Ja jongens, welkom bij de tweede unboxing video van de Nintendo Switch. We hebben hem binnen en als je nou echt benieuwd bent wat er allemaal in de verpakking zit van de Nintendo Switch, als je hem straks in de winkel haalt, check dan even die andere video, want die hebben wij al unboxed. Maar dit is de accessoire video. Dus we hebben voor de grap hebben we ook eventjes de twee Amiibo die we erbij hebben. Er zijn nog veel meer Amiibo hoor, maar die laten we jullie ook even zien. Eentje van Zelda en eentje van de Goblin in de game. Super vet, heet die? Of de Bok Goblin heet hij natuurlijk. De Legend of Zelda. We hebben hier vier accessoires die wat verduidelijking gaan verschaffen, denk ik, hier en daar. Maar heel veel mensen zijn benieuwd natuurlijk naar de Pro Controller. De adapter ga ik niet uitpakken, want dat is gewoon een adapter. Dit is een extra adapter die je kunt gebruiken voor je Switch on the road. Dus je hebt natuurlijk een stroomvoeding in het docking systeem. Die zit aan je televisie. Deze kun je extra nog hebben voor on the road. Dan kun je hem gewoon in de trein ook upladen of in het vliegtuig. Als je in een vliegtuig zit die een stekker heeft, stopcontact. Dus, de Joy-Con controllers, daar beginnen we mee. Want ik heb zelf een versie, super vet, met blauw en met rode controllers. Maar je hebt ze natuurlijk ook in het zwart. En het vet is, als je de vier hebt, dan kun je ook met z'n vieren spelen. Bijvoorbeeld Mario Kart 8, Deluxe die uitkomt, die kun je dan met z'n viertje spelen. En dat is natuurlijk wel vet. Want Couch Co-op, dat hebben we bijna niet meer. En met de Switch wil Nintendo dat weer eventjes een beetje in leven in leven wekken. Dus dat vind ik super vet, want ik hou van couchkoop. Want ik heb wel. Zullen ze zo laten zien? Zo. En dan kan ik ook wat beter de soort beveiligingsdingetjes laten zien. Die je er ook op kan drukken nog. Check dit, want die kun je er namelijk zo opzetten. Zo. Kijk, en dan kun je met het polsbandje kunnen ervoor zorgen dat ze niet vallen. En je hebt twee extra knopjes hier. Dus dat kan echt super handig zijn. In bepaalde games. Ik weet dat One to Switch hem gebruikt. Ik weet niet of Mario Kart het gebruikt. Dat heb ik niet getest. Maar goed, check de review in april als die game verschijnt. Op de Nintendo Switch. Zo. Nou, dit zijn de Joy-Con controllers. De zwarte versies. Super vet. Dan hebben we nog een tweede accessoire. Een accessoire waarvan je denkt, wow, wat is dit? Nou, je zou zeggen, dit is precies hetzelfde als de Joy-Con controller die je bij de Switch krijgt in de verpakking. Maar er zit een klein verschilletje in, want deze heeft namelijk een oplaadstation erbij. En die heeft de versie die bij de Switch in de doos zit niet. Ik vind dat persoonlijk een beetje raar. Ik had het wel handig gevonden als dat gewoon in alle versies zou zitten. Maar nee, er is een losse versie van deze controller waar je natuurlijk weer die dingen op kan. Zal ik dat ook gelijk even doen? Want ik vind het zo leuk om. Ik vind het nu nog heel vet om ze continu te. Ah, uit elkaar te zetten. Het is gewoon leuk. Er zit een knop hierachter. Kun je op drukken en dan gaat het zo los. En die kunnen dan weer hierin. En deze variant die kun je dus opladen. Hierboven zit dan de stroomvoorziening. Kijk hem aan. In zwart vind ik hem ook eigenlijk best wel stoer. Dan hebben we eigenlijk het laatste wat ik nu jullie ga laten zien. En dat is natuurlijk de Pro Controller. Ja, ik ben natuurlijk zelf een behoorlijke hardcore gamer. Op mijn PC'tje, Xbox'je, PlayStation, maakt me allemaal niet uit. En ik hou heel erg van de Xbox Controller. En voor die mensen die daar een beetje aan gewend zijn, is de Pro Controller een uitkomst. Want daar lijkt hij heel erg op. Voilà, dit is hem. Je ziet ook dat de. Wat zit er nog meer bij? Oh, gewoon de voeding. Je ziet dat de control sticks zo zitten. Dus niet naast elkaar zoals bijvoorbeeld bij de PlayStation 4, maar net als bij de Xbox One. De schouderknoppen, de bumpers, wel klikkerige schouderknoppen. Je kunt ze niet langzaam indrukken zoals bij racegames wel eens makkelijk is. Het zijn gewoon echt klikkers. En ja, verder voelt hij gewoon robuust aan. En ik vind het ook vet dat je er een beetje doorheen kan kijken. Kun je krijgen dat een beetje beeld herkennen? Dat je er ook doorheen kan kijken als het ware. Dat reliefje, dat dingetje, dat frummeltje. Nou, super vet. Plus en min zit erop. Een homeknop. En A, B, X, I. Maar dan weer net in de andere volgorde van Xbox. Maar Nintendo's eigen volgorde. Wat altijd heel erg wennen is als je het net Halo hebt gespeeld. En je gaat er naar Zelda spelen. Maar dat maakt niet uit. Fuck it. We wennen er wel aan. Goed, dit zijn de accessoires die wij hier hebben op dag 1 van de Nintendo Switch. Kom vooral heel snel terug naar gamersnet.nl, want we gaan ook met de Switch natuurlijk aan de slag en we gaan hem natuurlijk ook reviewen. En dan hoor je echt ons oordeel over de nieuwe console van Nintendo. En check vooral ook heel snel gamersnet.nl, want we hebben uitgebreide reviews van One to Switch. Die komt eraan van ARMS en van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Want daar mag ik mee aan de slag. Super vet. En check ook op de video van de unboxing van de Nintendo Switch. Dit was volgens mij wat ik wilde zeggen. Gamersnet out.